Hey, amigos! Vandaag gaan we dit hier openen. Even kijken in een tas. De Morpeko V-Union doos. Maar eerst gaan we ontbijten. En dit staat er op het menu. Caro heeft verse soep gemaakt. Het is niet Caro. Iedereen in de reactie zegt altijd Caro. Het is C-A-R-O. Caro. Kijk, hier is de verse soep. Njam, njam. Lekkere tomatensoep, mijn lievelingssoep. En dan ga ik daar een croque monsieur bij maken. Met de croque monsieur machine, of zoals ze in Nederland zeggen, denk ik een tosti. En hier zijn alle rest van de ingrediënten. Ik moet wel croque maken met kalkoenfilet, want ik heb geen hes meer. Ik weet niet of dat lekker gaat zijn. De croque met kalkoen is klaar. Karel heeft ook een. Niet Karel. Stoppen. I like. Karel moet nu gaan leren voor haar examen, haar examen zaterdag. Dus wij gaan nu naar de kringloopwinkel op zoek naar Pokémon-kaarten. Dan gaan we naar huis en openen die Pokémon-doos. Buiten heel veel zetels, gespierde Barbie-poppen en een heleboel speelgoed dacht ik niet recht iets te vinden. Totdat ik een doos zag vol met kaarten. Als er Pokémon-kaarten waren, dan gingen ze hier tussen liggen. Maar na een beetje grabbelen en een beetje zoeken, had ik door dat er echt geen Pokémon-kaarten waren. Geen Pokémon-kaarten gevonden, maar check dit. Ik heb gewoon 4 golfballen gevonden. Nu kan ik leren golfen. Voilà, het is tijd voor onze Morpeko V-Union doos. Hoe is het trouwens met jullie? Laat eens het weten in de reacties. Want jullie school is vandaag begonnen als je in België woont. 1 september is normaal gezien de dag dat school terug begint. Zijn jullie excited voor het nieuwe jaar? Heb je zin in het nieuwe jaar? Of had je liever toch nog wat vakantie gehad? Het is een V-Union doos van Morpeko. Dus uiteraard gaan wij een V-Union krijgen van Morpeko. We gaan ze direct bij elkaar steken, maar we hebben er ook nog een Professor Burnett bij gekregen. Die krijg je wel vaker bij die V-Union dozen. Ik ga hem rechtstreeks een plaatje geven bij deze map. Kijk, hier heb ik ook nog 2 V-Unions. We hebben hier die Mewtwo V-Union en dan hierachter hebben we ook nog de Zacian V-Union. En normaal gezien heb ik van achter in het mapje wel nog plaats. Eens kijken, hier hebben we oude... Ah nee, dit zijn Celebration kaarten, V-cards... Eens kijken, hebben we nog plaats? Jawel, we gaan hem hier steken. Voilà, alles steekt mooi in de map. En ik moet wel toegeven dat het echt een chunky Morpeko is. De goede kaart van vorige video heb ik trouwens ook gewoon in deze map gestoken. Die verdienen wel een plaatje erin, vind ik. Ik heb mijn jumbo map erbij genomen om nog eens een jumbo kaartje eraan toe te voegen. We hebben nog plaats, ik ben er heel zeker van dat we wel echt nog... We hebben nog wel... Ja, we hebben meer dan genoeg plaats. Hier gaan we hem steken. Want bij deze Morpeko V-Union doos zit ook een jumbo kaart. Ik krijg hem niet uit de doos. Voilà, hier is hem. De Morpeko V-Union. Nu kunt je ook beter zien hoe die eruit ziet in zijn geheel. Het is wel een leuk kaartje, vind ik. Het is precies alsof Morpeko recht in een aanval zit. Misschien doet hij de Burst Wheel, de aanval die er van onder bij de Pokémon bij staat. Zou er trouwens al ooit iemand een jumbo kaart hebben gegrade? Dat zou... Eigenlijk wel vet zijn om zo'n grote jumbo kaart in zo'n slab te krijgen. Met slab bedoel ik zo'n ding. Zo'n gegrade kaart van bijvoorbeeld PSA. En dan krijg je een nummertje op 10 hoe goed uw kaart is. Maar dan een jumbo versie ervan. Zou heel vet zijn. Laat me weten in de reacties of zoiets al bestaat. We hebben er ook packs bij gekregen. Fusion Strike, Brilliant Star, Brilliant Star, Fusion Strike. Dus 2 Fusion Strikes, 2 Brilliant Strikes. Brilliant Stars bedoel ik. En dan hebben we ook nog een codecard die je ergens in deze video krijgt. Dus, wees aandachtig en je kunt hem scannen. Op die manier kun je voor de mensen die het niet weten, een volledige doos van Morpeko V-Union openen op de Pokémon Online Game. Weet je nog die Pokémon, professionele Pokémon-speler wat ik pas op de markt was tegengekomen? Ik had hem gevraagd, waar oefent je dan vooral je Pokémon-spel? Want ja, hij is een professionele speler van het spel. Het is geen professionele verzamelaar. Het is dus eigenlijk iemand die voor als beroep dit Pokémon-spel speelt met de kaarten. En ik vroeg van, oefent je dan eigenlijk vooral via de online game? Want anders is dat zo wat moeilijk, denk ik. En die zei, ja, ik oefen echt 90% van de keren op de online game. Ik hoop dat ik hem ooit nog eens tegenkom. Misschien op een of ander toernooi waar je dan ook kaarten kan kopen. En weet je wat, misschien moet ik zelf ook eens proberen te leren het Pokémon-spel te spelen. Want misschien, ja, dat is eigenlijk... Ik heb zoveel kaarten, ik kan sowieso wel een goede deck bouwen. Oeh, dit is een mooie kaart. Simsir. De evolutie van Pansir. Farewell Bell. We zijn nog eens een Fusion Strike pakje aan het openen, zodat we de 2 Fusion Strike pakjes
achter elkaar openen. We hebben eigenlijk ook al in de laatste video's heel lang geen speciale kaart meer gekregen. We hebben wel een holographic star mee gekregen. Brilliant Star heb ik hier ook ergens nog een map liggen met heel veel kaarten daarvan. Die probeerde ik te verzamelen totdat ik besefte dat het echt onbegonnen werk was omdat de set gigantisch groot is. Vooral dan de secret rares, die het moeilijkste zijn. De base set, dus de gewone kaartjes, had ik wel redelijk compleet, moet ik wel zeggen. Double Turbo Energy, Kindler, nog een trainer. Was een energy en twee trainers achter elkaar. Chimecho, Gibble, Sneasel en Klink. Spiritomb bedoel ik, Buizel. En de laatste kaart is een Heatran. Weer al geen special pack. Volgende pakje moet iets speciaals zijn. Anders ga ik een video maken met als titel de video stopt pas wanneer ik een speciale kaart pool. Want ik zit precies een beetje in een droge periode als we dan kijken naar de pools. We hebben echt al lang geen goede kaart meer gevonden. Ik kan mezelf de laatste keer niet herinneren dat ik een goede VMAX heb gevonden. Cleansing Gloves. Heeft iemand naar de boxmatch van KSI en Deji gekeken? Deji had echt heel goed geboxt. Cover Blast. Buizel, Buizel, Halucha, Tro, Magmar, we zitten al bijna op het laatste. Execute, eens kijken, kunnen we de vloek doorbreken door eindelijk nog eens een goed kaartje te vinden? Het is nummer 8 van de 172, een Torterra. Hier is een codekaart voor heel de doos, veel plezier ermee. Dat was hem weer voor vandaag. Ik hoop dat je van genoten hebt. Like nog even, abonneer en tot de volgende keer. Doei! Je kunt altijd nog een video kijken. Klik hier op het scherm, links of rechts.